Op de kruising van de Zinjastraat en de Gemenelandsweg heeft de politie vanmorgen een training verzorgd voor de militaire politie. Onze nieuwsdienst nam er een kijkje en sprak met brigadier van politie August Jeffrey. Hij gaf aan dat het om een normale training gaat voor MP'ers die in de afrondende fase zijn. Bij elke afronding of bij elke training hebben ze een situatie dat ze verkeersregelend moeten en kunnen optreden. Dus daarmee zijn we bezig. Ze hebben al een theoretisch gedeelte gehad en nu zijn ze bezig met het praktisch gedeelte. Oh, want ik dacht, gaan we nu militaire politie zien die het verkeer regelt? Nee, dat is het niet. Vanwege het feit dat ze niet elk jaar een training hebben, dan lijkt het alsof ze over gaan nemen van ons. Maar dit is gewoon standaard van hun. Bij de politie heb je bijna jaarlijks een training, waardoor het opvalt dat we bezig zijn op de weg. Maar bij hun is het meer dat ze om de zoveel tijd een training hebben, maar dit moeten ze, is het basispakket van hun. Dus we zeggen bijvoorbeeld als een militair betrokken is bij aanrijding, dan kunnen de militaire politie, dan kan de militaire politie ingeschakeld worden. Ze worden ingeschakeld. Zij zijn medium, zij zijn de personen die dat onderzoeken. Wij zijn misschien ter plaatse als eerste, maar dan worden zij opgeroepen zodat zij dat kunnen overnemen, want zij doen dat. En in zo'n geval ook als ze bijvoorbeeld ze gaan de vlag hijsen, zie je vaker, dan gaan ze omleggen. En op dat moment moeten ze ook het verkeer aanwijzingen kunnen geven. En dat is ook, daarom zeg ik, het is een basispakket van hun. Jeffrey zegt dat er tijdens deze training op alles wordt gelet, omdat ze in de praktijk met burgers bezig zullen zijn. Ze moeten alle basisregels kennen, omdat die regels ook bekend zijn bij de burgers, zegt de brigadier. Ik zie dat er een meneer daar bezig is aantekeningen te maken. Ja, we gaan ze wijzen op de fouten die ze begaan en op de goede punten. De goede punten gaan we maken dat het beter wordt. En de slechte zaken die niet zo goed gaan, gaan we bijschaven. Zodat ze correct op de kruising bezig kunnen zijn. Want de weggebruikers die kennen de tekens. Dus je moet correcte tekens geven zodat ze die kunnen opvolgen. Want zodra je daar op de kruising staat, ben jij de persoon die aangeeft wat er gebeurt op dat moment. Dan moeten ze uw opdracht stip opvolgen. En hoe lang duurt zo'n training? Wij zijn bezig. We hebben 6 dagen uitgeschreven voor deze praktische training. En we zijn nu de 5e dag, dus we zijn aan het afbouwen. En gelukkig werken de weerschoden mee. Nee, maar al zou de weerschoden niet meewerken. Want dan zou het regenen. Het is ons werk, het is ons vak. U ziet het zelf wanneer de MSD er bezig is. Dan letten we niet zozeer op klimaatsituatie. Wij moeten de mensen dienen. De mensen moeten naar hun plek en dan zijn we daar voor de mensen. En we zien dat er nu eindelijk een dame is, want er zijn meer heren, hè? Nee, maar zij praten over Melvas. Ze hebben ook dames. Brigadier Jeffrey belast met de training van de militaire politie. De training vond plaats op de kruising van de Zinjastraat en de Gemenelandsweg.